Ah, knap hoor, wat ze hier gewoon elke week keer op keer laat zien. Ook mentaal sterker geworden de laatste jaren. Natuurlijk is dat ook de drukte vanaf dat ze eindelijk die wereldkampioen trui om haar schouders heeft kunnen pakken. En dan, kijk, Neff is knap hoor. Je zag het gebeuren, De clash tussen Neff en Ferrand Prévot. Kom snel. Ja, en Ferrand Prévot aan het wenen van de pijn. Ja. En ook Neff die daarbij ligt. Allemaal lang uit. Risico's die ze daar nemen. En dat is echt niet goed, ook niet voor de punten voor volgende week. En ik hoop dat ze niks echt een blessure hebben voor volgende week. Dit kan zware gevolgen hebben voor de wereldtitelkansen. Maar ook een verschrikkelijk slechte plek om daar voor de rest ook te zijn. Ja, maar wat was eigenlijk Neff van plan? Ja, Neff die wilde daar even passeren, even snel. Ja, maar dat is de verkeerde plek. Nou ja, als het goed gaat niet, maar dat ging niet goed. En dan wel. En net voor dat strokje asfalt. Hè, hier gaan we nog eens zien. Hier was er nog niet aan passeren en dan stuurt nu. Tja. Ja, Ferrand Prévot glijdt al weg en ze pakken allebei. Bob. Wiens fout is dat? Nou ja, kijk, uiteindelijk het is topsport en je probeert wat. Maar je komt in elkaar te haken. En dan komen ze vrij hard tegen de grond met de knie op die overgang, hè, tussen het asfalt en de kleigrond. Echt de overgang was het. En dan is Richards plot alleen. Ja, dan is nou wel het podium is wel is weg. Of er moet vanachter nog iemand echt langskomen. Ja, deze is op haar schouder gevallen. Het zal toch vooral de schok zijn van het vallen ook in de eerste plaats. Ja, maar ze gingen wel hard hoor. Dus er kan wel meer gevolgen zijn. Dat is te hopen van niet. Ferrand Prévot houdt de schouder ook viel op die schouder. Ja. En dat kan ook zomaar een sleutelbeentje zijn. Je weet hoe snel dat gaat. En dat een week voor het WK. Ja, dat is een zware domper. Zowel voor de damescross als voor haarzelf. Want ja, dat wil je natuurlijk. Je wilt natuurlijk koers hebben. Komt er op plek 4 plots op 47 seconden. De strijd voor plek 4 is serieus aan het woeden. En waar zitten plots kapiteins? Heeft heel veel plaatsen verloren. Kijk eens, 12e nu. Ja, dat is zonde hoor. Daarnet nog in de 4e plek. En nu dus positie 12. Valooi positie 14. Ook zij een paar posities moeten laten inwinnen. En Van der Heijden keert goed terug. 13e plek. Ook Vos goed bezig deze vorige ronde. Ah, ik hoop niet dat er veel gevolgen zijn voor Neff en voor Ferrand Prévot. Want het zijn gewoon twee smaakmakers die je volgende week echt wel nodig hebt. Een mooie meerwaarde is voor een wereldkampioenschap in Valkenburg. Maar Kant heeft hier natuurlijk helemaal niks van gezien. Dat is allemaal voor of achter haar gebeurd. En zij gaat gewoon door met hetgeen waar ze mee bezig is. Neff staat, voelt zich ook een klein beetje verveeld ten opzichte van Ferrand Prévot die op de brancard gaat. Ja, bij Neff gaat het blijkbaar wel al wat beter, hè? Ja. Bij de Française wat anders. En je ziet hier de ontgoocheling, hè? Dit ziet er helemaal niet goed uit. Dit ziet er zelfs heel slecht uit. Zij beseft misschien wel in haar eigen, dit is mijn hier WK. Hier nog een keer dat dingetje. Ja, ze rijden gewoon in elkaar, naar elkaar toe. En dan gaan ze op de grond. Het was een actie die niet noodzakelijk was. Zeker niet op dat moment. Maar ja, het dit is wel mooi van Neff. Nou ja, het was ook een mooie actie. Een gedurfde actie wat ze daar deed. Toch knap dat ze dat allemaal doet. En ja, de sleutelbeen. Ja, vreselijk voor Pauline Ferrand Prévot. Laten hopen dat het vooral de schok is. Maar we zullen dus de onderzoeken afwachten en de resultaten vooral. Het is nooit goed. Hè? Ze gingen hier een hoop punten pakken met punten die ze noodzakelijk nodig heeft om in een andere rij te mogen starten. Ze stond vandaag op de derde startrij, op de 25e plek in het klassement. Daar had ze een hele mooie sprong naar voren kunnen maken, waardoor ze gewoon in het wiel van de favorieten kon gaan starten op het wereldkampioenschap. Nou, dat is nu voorbij, die kans. En, nou, en daarnaast een valpartij op dat moment sterk. Als er niks gebroken is, is het gewoon nog voor het lichaam niet goed dat dat nog...